jury van het Algemeen ANW Visser Nederlandia prijs was dan ook zelf verbaasd toen er na de nodige plussen en minnen uiteindelijk twee genrefilms in de laatste ronde overbleven. Het gaat in alfabetische volgorde om de bovennatuurlijke thriller Bijna dood door Barbara Jurgens en de romantische komedie Rokjesdag door Evelien Hagebeek. Als genomineerd even een gaan de onduidelijkheid over de betekenis van de bovennatuurlijke elementen en de soms gruwelijke details plaatsen Bijna dood in de traditie van de barok-Italiaanse filmthrillers uit de jaren 70 van regisseurs als Dario Argento en Damiano Damiani. Rokjesdag is een mozaïekfilm met eenheid van plaats en tijd. In een Antwerpse club ontmoeten Vlaamse en Nederlandse singles en vreemdgangers elkaar in een gearrangeerde culinaire context. De ANV Visser Nederlandia prijs 2013 wordt toegekend aan Evelien Hagebeek voor het scenario. Rokjesdag is een romantische comedy over 12 singles. Nederlandse en Vlaamse singles die gaan speeddaten in Antwerpen tijdens een kookclinic. Dus tijdens het koken, bereiden, hebben ze hun gesprekjes en slaat de vonk misschien over. En soms ook heel vaak ook niet. Zijn er hele rare cultuurverschillen, taalbarrières en obstakels waardoor het juist niks is. Maar bij een aantal mensen is het wel ineens vlam in de pan, zeg maar. En ja, sommigen krijgen elkaar ook aan het eind. Denk jij dat mede dankzij deze prijs de kans weer groter is dat het ooit een film wordt? Ja, ik hoop dat het een film wordt. Want ik las dat de winnaar van vorig jaar, Marnie Blok, dat haar film dit jaar werd voorgelezen bij het Schrijfpaleis. Dus ik neem aan dat het ook in productie gaat. En ik durf het eigenlijk niet te hopen. Maar als dit helpt om het een goede duw in de richting te geven, ja, dat zou fantastisch zijn. De erkenning, ik hoop dat mensen die dit horen van de prijs, dat die denken, nou, ik ben geïnteresseerd, ik ga het lezen en ik wil het verfilmen, ja. Bijna dood, prachtig scenario. Waar gaat het over? Bijna dood is inderdaad een... Hij werd benoemd door de jury als een bovennatuurlijke thriller. Ik zou het eerder een psychologisch drama willen noemen, maar het heeft wel thriller elementen. Zeker, het heeft ook bovennatuurlijke elementen. Maar het is... Je zou het ook heel realistisch kunnen interpreteren. Dus de film begint vrij droog en realistisch. En dan wat er gebeurt met die vrouw is, zij krijgt een hartaanval, een hartinfarct. Heel heftig, waardoor ze een bijna doodervaring krijgt. En dat wordt van de een komt het ander, het wordt spannender en spannender. En ik vertel natuurlijk niet hoe het afloopt. Ons verbond is een aloude vereniging die gesticht is in 1896. Voor de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland allereerst op taalgebied en op gebied van cultuur. Maar gaandeweg ook op alle andere terreinen waar samenwerking van nutte kan zijn voor onze beide gemeenschappen van mensen. En wij zien dat in Europa die samenwerking nodig is. Samen zijn wij met Nederland het vijfde grootste taalgebied. Of dat zou ons van pas komen als we dan ook mekaars producten op gebied van taal en cultuur beter zouden leren consumeren. Dus wij promoten de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Ik ben wel blij met deze uitslag, omdat ik het ook heel aardig vind dat het allebei scenario's zijn voor films, voor publieksfilms, voor genrefilms. En dat is toch altijd een beetje, je ziet nu eigenlijk voor het eerst bij de Gouden Kalveren met al die nominaties voor Wolf, wat ook een genrefilm is. Dat is eigenlijk nieuw voor Nederland. En ook in België zie je dat niet veel. Als ze al gemaakt worden, winnen ze zeker geen Kalveren of Plateau prijzen. Ik was zelf ook heel erg verbaasd, of verrast, aangenaam verrast kan ik beter zeggen, van de kwaliteit van de scenario's. Dat gold zowel voor de Vlaamse als de Nederlandse bijdrage.
En wat ik ook heel leuk vond, dat kijk, wij lezen die scenario's anoniem natuurlijk. Wij weten niet wie ze geschreven hebben, pas als de keuze gemaakt is. En wat heel opvallend was, dat heel veel dames dit keer scenario's geschreven hebben. En dat blijkt dus ook uit de twee genomineerden. En het is typisch dat de winnaar geweigerd is geworden door het fonds. Dat is een type scenario dat ook in Vlaanderen, ietsje minder in Vlaanderen, omdat ze nu gewend zijn, publiek films, veel te gewend. Ze storten compleet in dat soort films, wat ook niet de bedoeling is. De kwaliteit vond ik geweldig. En ik vond een aantal Vlaamse films die bij de Nederlandse juryleden, dat mag ik rustig vertellen, niet zo goed aankwamen, van hele hoge kwaliteit waren. En ik wil ze niet vernoemen, maar het waren echt interessante scenario's. Maar daar zijn Nederlanders nog niet, wat moet ik zeggen, filmvolwassen genoeg voor om die te kunnen appreciëren. Ik hoop natuurlijk dat beide producties gemaakt worden. Want dat is ook het belangrijkste wat we met deze scenarioprijs, met de Visser Nederlandia prijs van het Algemeen Nederlands Bond beogen. Stimuleren, hopen dat een scenario gemaakt wordt. En het liefste natuurlijk in een samenwerking met Nederland en Vlaanderen. Dat moet toch?